eerste ronde van het Nationaal Nederlands Rally Sprintkampioenschap 1996. Favorieten voor de eindoverwinning zijn Forte-rijders Ries Huisman en Han Hogendoorn, de hoofdsponsors van dit evenement. Favorieten dus. Ieder jaar, hè? Ja. Ik denk het niet. Ik denk dat Vos hier herenmeester is. Op eigen terrein, onverhard. Dus ik geef hem al gewonnen bijvoorbeeld. Maar of Vos inderdaad herenmeester is, dat valt te betwijfelen. Zes lastige, maar prachtige proeven rondom het Limburgse Valkenburg liggen op de deelnemers te wachten. Veel toeschouwers tijdens dit evenement. Dat geeft nog maar eens aan dat de rallysport in Nederland steeds populairder wordt. Meer toeschouwers, meer evenementen en meer deelnemers zorgen ervoor dat de Nederlandse rallysport een zonnige toekomst tegemoet gaat. En er was heel veel spektakel te zien in Valkenburg. Wat vinden de deelnemers trouwens van dit unieke evenement? Het is een leuke proef. Veel bochten, gewoon lekker rijden. Ik denk dat het Limburg en Valkenburg in het bijzonder toch wel wat waard moet zijn om eens per jaar hier zo'n schitterend evenement te hebben. De ProFlex Merwede Rally Sprint is inderdaad een uniek evenement. Het is een van de hoogtepunten van het Nederlands Rally Sprintkampioenschap. Dan de strijd om de eindoverwinning. Die gaat tussen Henk Vossen en Limburger Maurice Bergstein, die echt een thuiswedstrijd rijdt. Het verschil zou uiteindelijk 24 seconden zijn. En het voordeel van deze, Henk Vossen. Hij wint net zoals vorig jaar de ProFlex Merwede Rally Sprint. Een uniek Limburgs evenement op de Nederlandse rallykalender. Behalve de rallyrijders kwamen ook de deelnemers aan de Fiat Cinquecento Trofeo aan de start. De Cup draait nu 2 jaar in Nederland. Er staan meer deelnemers aan de start dan vorig jaar. Wat verwacht Fiat zelf van 1996? Dat het derde jaar nog succesvoller wordt. Wij verwachten door te groeien van 30 teams nu naar het eind van het jaar naar 35 teams. Daarnaast hebben we een Europese tour waar een Nederlandse equipe in deelneemt. Dus van de smeden van de Berk. Dus wij zien dat heel positief in en met groot vertrouwen eigenlijk. Vorig jaar stonden er zo'n 25 deelnemers aan de start van de Fiat Cinquecento Trofeo. Dit jaar zijn er weer meer bijgekomen. En dat is niet zo vreemd, want de Fiat Cinquecento Trofeo is de ideale instapklasse voor de rallysport. Het zijn meestal de beginnende rallyrijders die in deze cup stappen om dan later door te stromen naar bijvoorbeeld een nationaal of internationaal Nederlands kampioenschap. Waarom stappen ze in deze Cinquecento Trofeo? Ja, de goedkoopste instapklasse is voor de rally. En we hebben veel reclame ervan gezien. En daardoor hebben wij besloten om in de rally te gaan rijden. Eerder deden wij een oval race, een autocross. En wij wilden toch iets anders. En dit is echt een hele nieuwe sport voor ons. De Fiat Cinquecento Trofeo is er dus voor iedereen. De Cup staat bekend om zijn professionele en enthousiaste begeleiding van oud-Nederlands rallyrijders. Daarnaast is het financieel heel aantrekkelijk om in deze Trofeo te stappen. Fiat heeft namelijk een speciaal pakket samengesteld waardoor je goedkoop een rallyauto kunt aanschaffen en goedkoop het seizoen verder kunt rijden. Low budget dus. Op de proeven wordt er veel strijd geleverd. Tussendoor is er een goede sfeer en helpen de teams elkaar in geval van technische problemen. En dat maakt deze Fiat Cinquecento Trofeo zo uniek. Nieuwe equipes zijn heel erg enthousiast. We rijden nu voor het eerst, maar wat we nu meegemaakt hebben is geweldig. Het is inderdaad een geweldige cup, deze Fiat Cinquecento Trofeo. Voor de deelnemers een fantastisch debuut, want dit is echt een rally-evenement. Deze ProFlex Merwede Rally Sprint in Valkenburg. Een prima leerschool voor de Fiat Cinquecento Trofeo-rijders. Die vorige maand al in Eindhoven een testwedstrijd reden, maar hier in Valkenburg echt voor de punten voor het kampioenschap gaan. De strijd aan kop gaat tussen Marcel van Vliet en Mark Wams, die dit jaar al de voor het wereldkampioenschap meetellende rally van Monte Carlo reden met een Fiat Cinquecento Sporting. Marcel Piepers en Edwin Arendsen. En Corné Dame en Ronald Wassink, bekende namen uit de Fiat Cinquecento Trofeo. Het zou een bijzonder spannend secondenduel worden en dat belooft wat voor de rest van het seizoen. Na 6 proeven pakken Marcel van Vliet en Mark Wams de overwinning in de tweede ronde van de Fiat Cinquecento Trofeo. Op de tweede plaats eindigt de equipe Janssen-Smit, derde equipe Dame Wassink en vierde vader en dochter Willem en Nicolette van Hoek Oostende.